Ik verwacht dat ze met deze kwaliteit van groep heel ver kunnen geraken. Moeten we ook niet heel naïef zijn in de zin van dat landen als Spanje, Duitsland, Frankrijk, dat die ook kwaliteit kunnen brengen natuurlijk. En ik denk dat we ons kunnen meten met die landen, in een goede dag gaan kunnen kloppen, maar in een slechte dag daar ook van kunnen verliezen. Dus het kan de finale zijn, maar het kan jammer genoeg denk ik ook in de kwartfinale al stoppen. Dus het is moeilijk te voorspellen. Dus jij rekent wel op een medaille? Het zou mooi zijn. Maar ik durf er mijn hand op dit moment niet voor in het vuur steken. Dus, ja. Noem eens drie spelers die het verschil gaan moeten maken, die de kar moeten trekken. Goh, in Frankrijk. Ik denk sowieso Kevin De Bruyne. Dat hij elk moment dat hij gespeeld heeft dit seizoen bij Manchester is hij ook bepalend geweest. Hè. De momenten dat hij er niet bij was, zag je het ook meteen het verschil. Ik verwacht ook wel wat van Hazard. Gezien het toch een minder seizoen heeft. Echt gepiekt heeft de laatste wedstrijden. Als hij die piek kan verder zetten, kan dat wel bepalend zijn. En dan... Als doelman moet ik ook zeggen, natuurlijk de doelmannen. We beschikken uniek over twee toppers, Simon en Thibaut. Dus ik denk, wie er van hen ook speelt, dat zij sowieso het niveau zullen halen en punten zullen pakken.